Dan gaan we verder met de finale van de heren 100 meter rugslag. Met op aan 8 voor de ZBC Amersfoort, Austin Heemsnik. Op aan 1 voor de Feyenoord Albion Zwemclub, Ensger Kottering. Op aan 7 voor Vlaanderen, Sander Taloen. Op aan 2 voor de Winkel, Dennis Kamps. Lane 6 voor de Potsdammer SV, Ole Mats Eidan. Op aan 3, lane 3 voor Slovenia, Sazo Boskan. Lane 5, AMTV, FTV, Bjorn Kamman. En op aan 4, lane 4 voor Austria, Bernard Reitsamer. Dit is de finale van de heren 100 meter rugslag. Take your marks. Bernard Reitsamer heeft de leiding in handen, 26-57. Jorn Kamman en Sazo Buskan zijn de achtervolgers. Tussen de oranje lijnen vindt het gevecht plaats om de overwinning. Een snellere armtempo daar voor Reitsamer pakt daarmee de voorsprong. En de overwinning op deze afstand in 55-01. Tweede tijd voor Kamman. Derde tijd voor Buskan en zo de andere heren in de achtervolging achteraan de overige plaatsen. Officiële uitslag, u ziet hem hier in beeld. De winnaar, ladies and gentlemen, of this 100 meter backstroke man voor Austria, Bernard Reitsamer. Mr. Reitsamer, hij is daar voor de felicitatie en de kleinigheid voor deze overwinning. Congratulations, en u ziet de dames gereed staan. We gaan nog zes keer een afstand zwemmen. En het is allemaal een vrije slag aan het einde van deze Eindhoven Qualification Meet. We beginnen met de B-finale van de dames.